Volg je passie en je zult geen dag van je leven meer werken. Dat is een hele mooie en inspirerende quote. Maar wie gaat in godsnaam de rekeningen betalen terwijl jij doet wat je leuk vindt? Als je mijn kanaal volgt, dan is er een grote kans dat jij ook graag je inkomen zou willen verdienen met datgene waar je plezier in hebt en waarde in kan leveren. In deze video geef ik je de drie belangrijkste sleutels die je hiervoor nodig hebt. Dit is belangrijk, want wanneer je deze sleutels mist, zal je passie nooit meer worden dan een uit de hand gelopen hobby. Goddonder u, die oorlog tussen Mars en Venus is echt vreselijk. Marsmannetjes zijn zo slecht. Geloof je dat echt? Dat is allemaal polarisatie, man. Ze willen ons opzetten tegen de Marsmannetjes. Wat? Polariati? Wat jij zegt, Kaaltje, is echt gevaarlijk. Ben jij soms voor de Marsmannetjes? Nee, ik ben er niet voor of tegen. Kijk, ik vind het vreselijk dat er allemaal onschuldige doden vallen. Maar ik vind het nog erger wat er achter dat doek van het opgezette illusiespel plaatsvindt. Hij zegt gevaarlijke dingen. De tv waarschuwde me al voor complotdenkers. Ze zijn gevaarlijk. En slecht. Pff, zo jammer. Hij ziet het gewoon niet. Ik wil het beste voor hem. Maar ja, als hij zijn ogen niet wil openen, is het gewoon niet zijn tijd. Kareltjes voor de Marsmannetjes. Marsmannetjes zijn slecht. God zei dat slechte mensen gestraft moeten worden. Ik moet hem straffen. Kijk hem dan. Helemaal bezeten door negatieve entiteiten. Waarschijnlijk in zijn gestoorde gedachten zijn nu aan het inbeelden hoe hij me vermoordt. Maar ander onderwerp. Positief blijven denken, hè? Het is echt mooi weer buiten, vind je niet? Ja, het is heel mooi weer, ja. Zo triest. Wel briljant, die polarisatie. Hey mensen. Mijn naam is Mike Aranji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over down-to-earth spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Als je onderwerpen als deze interessant vindt, klik dan even onder de video op de rode abonneerknop en ook op het notificatiebelletje, zodat je een bericht krijgt van alle nieuwe content die ik post. En als je dit kanaal wilt steunen, zou je me enorm helpen door op de duim omhoog te klikken. Voordat ik deze video start, ik ga je in deze video niet leren hoe je goed wordt in marketing en sales, hoe je je inkomen kan vertienvoudigen, of hoe je de volgende waanzinnige once-in-a-lifetime opportunity pakt en miljonair wordt. In tegenstelling tot de meeste mensen die denken dat om van je passie je werk te maken geluk is wat je nodig hebt, zijn de dingen die je nodig hebt om van je passie je werk te maken eigenlijk veel simpeler. Het vervelende is alleen dat ze je dit niet op school leren. En daarom groeien we allemaal op denkend dat om gelukkig te worden we een goede opleiding nodig hebben, een goede baan en een goed inkomen. Maar wie heeft in godsnaam de standaard bepaald voor wat goed is? Juist. Het systeem dat totaal geen belang heeft bij mensen leren hoe ze hun passie ontwikkelen en er hun werk van maken. Maar alle belangen heeft om mensen op te leiden tot robots die gewoon hun werk goed doen. En even voor de duidelijkheid. Met alle respect voor mensen die hun werk goed doen. Er zullen genoeg banen zijn waar mensen hun werk heel leuk vinden en zelfs gepassioneerd uitvoeren. Maar laten we eerlijk wezen. De meeste van ons zouden direct ermee kappen als we de jackpot winnen en heel iets anders gaan doen wat ons een echt voldaan gevoel geeft. Het geeft dus niet als je een hekel hebt aan je werk of als je het gewoon niet graag doet. Je kunt je er beter bewust van zijn en vervolgens ernaast werken aan een leven wat dan wel is hoe je graag wil dat het is. Een baan, zelfs als je die haat, is een bron van inkomsten en een manier om je rekeningen te betalen. En dat alleen al is genoeg om dankbaarheid te kunnen vinden voor die rotbaan. Maar dat betekent niet dat je tot je pensioen elke dag met je gezicht op 6:30 naar die baan toe hoeft te gaan. Je kan namelijk daarnaast al starten met het bouwen van een beter leven parallel aan je huidige leven. Maar ik kan je één ding verklappen. Dit gaat niet makkelijk worden. Je gaat heel vaak willen opgeven
En het zal de normaalste zaak van de wereld worden om pijn, stress en teleurstelling te ervaren. Maar voor diegenen die moedig zijn en bereid zijn het werk te leveren, is er een leven voor jou beschikbaar waar je en doet wat je leuk vindt op dagelijkse basis en je inkomen ermee verdient. En hoe je dit voor elkaar krijgt, daar zul je zelf achter komen. Geloof me, wanneer je eerst het fundament in orde hebt, en dat zijn deze drie sleutels die de basis vormen van het ontwikkelen en groeien van jouw passie in een volwaardige onderneming. Nummer 1, creativiteit. Oké, dus stel, jij vindt het leuk om modeltreintjes te bouwen. Dat is heel fijn. Ik kan me voorstellen dat jij uren bezig kan zijn met het bouwen van treintjes. Hele dorpen, steden, stations of hoe het ook gaat wanneer je modeltreintjes bouwt. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat mensen jou betalen voor het bouwen van modeltreintjes? Wie zit er in godsnaam te wachten op mensen die modeltreintjes bouwen? De realiteit is dat er hele groepen mensen zijn die gericht zijn op het bouwen van modeltreintjes. En soms zonder dat ze het weten staan te springen om jouw kennis en kunde die ze zelf kunnen gebruiken om verder te komen in hun eigen proces van juist modeltreintjes bouwen. Alleen de exacte manieren hoe je die kennis en kunde naar hun toe brengt, die vind je niet ergens in de handleiding. Dit is de manier hoe je geld verdient met je passie in modeltreintjes. En als die handleiding bestaat, grote kans dat er dan iemand rijk wordt van modeltreintjes liefhebbers leren hoe je van modeltreintjes niet je werk maakt. Ik moet even stoppen met die modeltreintjes metafoor, maar wat ik probeer te zeggen is dat het enorme creativiteit kost om je passie om te zetten naar iets wat waarde levert. En eigenlijk wil ik nog niet eens beginnen over geld. Geld is namelijk een natuurlijk bijproduct van het leveren van waarde. Je inkomen verdienen met je passie is makkelijk. Echt waar. Maar je passie zover ontwikkelen tot een manier waar je deze waarde in de handen en voor de neuzen van andere mensen krijgt, dat is het echte werk. Creativiteit is de vaardigheid die je absoluut nodig hebt om van je passie je werk te maken. Want zonder creativiteit zul je niet de wegen vinden die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. En geloof me, deze wegen kunnen heel onlogisch en abstract zijn. Daarom is er een abstracte kracht voor nodig om de weg te vinden. Creativiteit is die abstracte kracht. Met creativiteit worden alle prachtige dingen van de wereld gecreëerd. Zonder nadenken, analyseren, plannen. Maar gewoon door creativiteit zijn gang te laten gaan. Doen waar het goed in is. Creëren. En met die energie vind je vanzelf alle hulpmiddelen, informatie en benodigdheden die je nodig hebt om jouw passie te transformeren tot je werk. Nummer 2. Toewijding. Zoals ik al zei, zal het proces van je passie omtoveren tot je werk niet makkelijk gaan. En daarom doen niet veel mensen het. Het is veel makkelijker en aantrekkelijker om gewoon je werk te blijven doen of mee te werken aan het passieproject van een ander. Maar je zult voor jezelf ontdekken dat wanneer jij iets vindt wat belangrijk is, wat je echt zo belangrijk vindt dat jouw hele wereld eromheen gaat draaien, dat je niet te stoppen bent. Toewijding is de tweede sleutel die je nodig hebt om van je passie je werk te maken. Toewijding heb je wanneer je een krachtige waarom hebt. Ik spreek heel veel mensen die een hekel hebben aan hun baan en iets anders ervoor in de plaats willen. Iets wat ze voldoening geeft. Of mensen die gewoon meer geld willen verdienen en graag met iets wat ze leuk vinden. En dat kan. Maar hoe belangrijk vind jij ditgene? Werkelijk. En wanneer je erachter komt dat je datgene eigenlijk niet zo belangrijk vindt, waarom is dat? Want we hebben allemaal een passieproject wat ligt te wachten op onze invulling ervan. Maar 9 van de 10 keer worden we geblokkeerd door allerlei limiterende overtuigingen die onze waarom blokkeren. Hoe kun je toewijding hebben om alles te geven om je dromen waar te maken? Wanneer een stemmetje diep van binnen elke ochtend wanneer je wakker wordt de dag start met je bent een loser. Je zal falen. Iedereen zei dat je niets nut was. Droom lekker verder. Ik geloof dat we allemaal een krachtige waarom hebben voor iets. Het vinden van dit iets is al een ontdekkingsreis voor velen, waar heel veel toewijding voor nodig is. Maar vervolgens het blijven vasthouden van deze waarom. Zelfs wanneer je vol zit met stress, angsten, onrust, negatieve gedachten en andere dingen die je op deze reis blokkeren, heb je nog meer toewijding voor nodig. Toewijding om het spirituele werk van loslaten te doen. Wil jij dit loslaten leren?
Wil jij een hyperbewustzijn ontwikkelen? Het herprogrammeren van de delen in jezelf die zorgen voor de blokkades en het loslaten van alles wat je omlaag weegt? Kijk dan naar mijn online cursus van bewustzijn naar hyperbewustzijn. Klik op de link in het scherm of in de beschrijving onder deze video. Nummer 3. Consistentie. En dan de derde sleutel die je absoluut nodig hebt om elke droom waar te maken. En zeker de droom om van je passie je werk te maken. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hoopten op wat meer tastbare informatie. Hoe zet je een goed lopende website op die in de top 3 van de Google Search komt? Hoe vind en bereik je je publiek? Maar zoals ik al zei, deze dingen kom je wel achter. En als je hiermee struggelt, dan loop je waarschijnlijk ergens vast in deze 3 sleutels die ik je geef. Vaak wanneer we vastlopen in ons leven, is de sleutel om uit te zoomen en te kijken naar het grotere plaatje. Het oplossen van je problemen bij de kern. Want wanneer je kern intact is, dan loopt je motor op alle cilinders. Met andere woorden, wanneer je deze 3 sleutels op orde hebt, dan ga je hoe dan ook alle wegen vinden om je dromen een realiteit te maken. En zelfs wanneer je ze niet vindt, dan creëer je verdomme gewoon nieuwe wegen. Van je passie je werk maken heeft een houding nodig van een topsporter. Iemand die niet gestopt wordt door pijn, vermoeidheid of stress. Passie, wat passio in het Latijns betekent, betekent niet voor niets om te lijden. Het lijkt allemaal leuk, je geld verdienen met wat je leuk vindt, maar de hoeveelheid werk, tegenslagen, stress en onzekerheid wat er ook bij komt kijken, dat zeggen ze er vaak niet bij. En om het happen van zand, wat je gegarandeerd zal doen wanneer je besluit om je passie te gaan ontdekken, ontwikkelen en uitbouwen naar zoiets groots waar je een impact mee kan maken op de levens van anderen, en er ook nog eens je rekening van kan betalen. Om dit happen van zand vol te houden en vooruitgang te boeken in deze woestijn, zul je consistent moeten zijn. Als iets echt belangrijk voor je is, zo belangrijk dat je anderen ermee wil helpen in hun eigen groei, dan zal dit je nummer 1 prioriteit moeten zijn. Elke stap die je op aarde zet, zal een smaak van deze passie moeten hebben. Elke ochtend die je opstaat, elke avond wanneer je je hoofd op het kussen legt, elk woord dat je zegt en elke gedachte die je denkt, zal een vleugje van jouw passie moeten bezitten. Nou, overdrijf ik het misschien een beetje, maar wanneer je passie zover laat doorgroeien in elke cel van je lijf, dan word je consistent. Dan is elk wakkere moment van je dag op een bepaalde manier onder invloed van jouw passie. En je kunt je voorstellen, want waar jij je op focust, dat zal groeien. Dat wanneer jij je passie uitstraalt in al je wakkere momenten, dat je leven dit terugreflecteert. Je zal de juiste mensen ontmoeten. Je zal de juiste ideeën en inzichten krijgen. En je zal de juiste informatie en middelen vinden om uiteindelijk deze passie te bouwen tot een volwaardige onderneming. Zo, dat waren ze. De 3 sleutels die je nodig hebt om van je passie je werk te maken. Ik spreek heel vaak met mensen die datgene zoeken wat betekenis geeft. Ze willen werk doen wat leuk voelt. Ze willen niet elke dag naar een plek die ze haten om hun geld te verdienen, zodat ze de rekeningen kunnen betalen. Dat leven is voor iedereen mogelijk. Die bereid is het werk te leveren. En daarvoor moet je het willen. Echt willen. Zo vreselijk willen dat elk wakkere moment van de dag gevuld is met dit verlangen. Want ik kan je verklappen, niemand komt het voor je doen. Niemand komt je helpen. En in tegenstelling van wat 99% van de mensheid denkt, dat geluksmoment of die magische business opportunity zal nooit komen aanwaaien. Omdat het ontwikkelen van passie en er je werk van maken keihard strijden is. Jarenlang zand vreten. Oké zijn met pijn, stress, teleurstellingen en nog meer niet zo leuke dingen. Maar de voordelen en voldoening die je eruit haalt, ja, die hoef ik niet te noemen denk ik. Want als je nu nog kijkt, dan is dat genoeg voor mij om te weten dat jij daartoe in staat bent. Dus ben je tot het einde van deze zandhappende video gekomen? Laat me even weten door in de comments te typen: ik hap zand met plezier. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder deze video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het belletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.